herinneringen aan jullie dimensie bewaar. Nu heb ik gehoord dat Droomkraft dit jaar 5 jaar bestaat. En dit is natuurlijk een uitstekend moment om even terug te blikken op de afgelopen jaren. Eens even kijken waar ik het flesje heb liggen. Ah, ik heb hem. Daar gaan we. Kijk, daar zijn we dan. Het is alweer 3 jaar geleden dat we het Piratenweekend hadden. Tijdens dit weekend is er veel gebeurd. Zo zijn alle huisjes in het piratengebied opgeknapt. En er zijn een aantal nieuwe achievements bijgekomen. Ook ging de vernieuwde attractie Hank's Ondergang open. Sinds dit piratenweekend is er nog meer veranderd. Niet heel lang geleden is namelijk de achtbaan Peter Pan's Flight vernieuwd. Het blijft niet alleen bij het piratenweekend. We hebben namelijk ook het waterweekend gehad. En zo te zien gaan we daar nu heen. Wow, moet je eens kijken. Wat valt er toch veel te zien onder water. Tijdens het waterweekend waren er een aantal leuke activiteiten te doen. Eén daarvan is het paintball. Dit was een spel waarbij je 2 teams had, namelijk rood en blauw. En deze teams moesten elkaar uitschakelen. En het team dat uitgeschakeld was, had verloren. Ook is er tijdens het waterweekend een nieuwe attractie geopend, namelijk de Ariel. In deze interactieve attractie krijg je een drietand, de staf van Triton. Met deze drietand kan je show-elementen activeren die de rit een stuk leuker maken. Moet je daar eens kijken? Het gebouw van Atlantica. Ook één van onze waterattracties in Droomkraft. Volgens mij is deze herinnering bijna voorbij. Laten we snel weer teruggaan naar mijn lamp om te kijken of ik nog meer herinneringen kan vinden. Dat waren 2 hele mooie herinneringen. Maar voor mijn gevoel waren dat niet de enige weekenden die ze in Droomkraft hebben gehad. Nog even zoeken. Volgens mij had ik hier nog een herinnering. Waar is dat flesje nou? Ik kan hem niet vinden. Hier misschien? Of nee, volgens mij had ik hem daar neergelegd. Oh, wacht! Ik heb hem hier! Ik heb hem! Laten we deze eens even openmaken. Kijk eens aan! Deze herinnering is nog niet zo heel oud. Het is het Safari Weekend. Ook een heel leuk weekend. Daar hebben we Martijn! Zo te zien is hij weer eens bezig met een van zijn tours. Wat waren die toch leuk. Tijdens het Safari Weekend hebben we 2 attracties geopend. Namelijk de nieuwe attractie Safari Tour. In deze attractie ga je op safari langs allemaal verschillende dieren. Zoals een tijger of een giraf. Ook werd de vernieuwende racerachtbaan Simba geopend. Deze is nu nog mooier en nog groter dan de oude versie van de achtbaan Simba. Een van de grote inspiratiebronnen voor dit gebied is natuurlijk de film De Leeuwenkoning. En volgens mij zijn we nu net in een opname van die film beland. Net wat ik dacht. We zijn terechtgekomen in het Studio Weekend. Tijdens dit weekend is er heel veel gebeurd. Ook ging tijdens dit weekend de attractie Toy Story Mania open. Een interactieve attractie waar je zoveel mogelijk punten moet halen door te schieten op bepaalde blokken. Je kon tijdens het weekend ook nog veel Disney-figuren ontmoeten. Zo kon je op de foto met Alice, Katrien Duk en nog veel meer figuren. En als dat nog niet genoeg was, waren er ook nog een aantal leuke activiteiten. Zoals de Skin Contest of de Disney Parade. Eigenlijk was het veel meer dan een weekend. Het was gewoon 1 groot feest. Nu ik het toch over een feest heb, er zijn nog wel een aantal leuke activiteiten die er in Droomkraft gedaan worden. Die andere activiteiten, even kijken waar ik ze heb liggen hoor. Wat waren ze trouwens mooi zeg, die vorige herinneringen. Wat ben ik blij dat ik ze heb kunnen bewaren in mijn flesjes. Maar waar is dat flesje van die andere activiteit nou? Wacht hier! Volgens mij heb ik het gevonden. Even kijken hoor. Ja, daar gaan we!
Kijk eens aan, dat was nou wat ik bedoelde. De evenementen die jaarlijks terugkeren. Elk jaar met Pasen wordt er gezorgd voor een leuk evenement. Bijvoorbeeld eieren zoeken. Afgelopen jaar waren er eieren verstopt met letters erop. Die samen bij elkaar één woord vormden. Als je het woord goed geraden had, maakte je kans op een prijs. Elk jaar is het net weer iets anders. Zo is er bijvoorbeeld een paaspaleis geweest. Voordat je naar binnen kon, moest je paaseieren hebben. Deze paaseieren lagen door de hele server verstopt. Als je genoeg paaseieren had, kreeg je toegang tot het paleis. Zo zijn er de afgelopen jaren nog een aantal van deze paasevenementen geweest. Niet alleen de paasevenementen komen jaarlijks terug. Laten we eens verder gaan naar een ander evenement dat jaarlijks terugkomt. Droomkraft in de wintermaanden. Een evenement dat ook elk jaar terugkomt, is de wereld van Droomkraft, maar dan helemaal in het wit. Elk jaar wordt ervoor gezorgd dat Droomkraft prachtig versierd is met winterse versieringen. Ook de natuur helpt een handje mee door ervoor te zorgen dat heel Droomkraft ondergesneeuwd is. En als het een beetje meezit, laat de kerstman zich ook nog zien. Tijdens deze wintermaanden zijn er meestal ook leuke activiteiten, zoals een schaatsbaan of een sneeuwgevecht met sneeuwballen. Hoe dan ook, elk jaar is er tijdens de wintermaanden wel iets leuks te beleven in Droomkraft. En niet alleen in de wintermaanden is er iets leuks te beleven in Droomkraft. Want het hele jaar door is er hier wel iets leuks te beleven. Volgens mij heb ik nog een herinnering die iets minder leuk is. Even kijken waar ik die heb gelaten. Ah, hier is die. Laten we eens gaan kijken. Het terugkerende evenement dat we nog niet hebben gehad. Halloween! Tijdens dit evenement is het meestal heel griezelig. Toch is er tijdens het evenement wel iets leuks te beleven. Professor Nagaas heeft zich tijdens dit evenement een aantal keren laten zien. En helaas was hij niet altijd even aardig. Tijdens zijn bezoek aan Droomkraft waren er een aantal griezelige gebieden. De een net wat enger dan de andere. De afgelopen jaren zijn er ook een aantal enge spookhuizen geweest, zoals The Cinema en Villa Phobia. Gelukkig kan je altijd zelf kiezen of je deze attracties en gebieden bezoekt. Eerlijk gezegd heb ik wel weer genoeg van dat griezelen. Hebben we niet nog een leuke herinnering? Oh ja! De Muppet Show! Natuurlijk hebben we deze herinnering nog. De eerste Muppet Show werd opgevoerd toen de tweede map van Droomkraft openging. De show ging over Constantine, die de lever had gestolen. Ze moesten ervoor zorgen dat ze de lever terugkregen door een slim plan en dat is ook nog eens gelukt. Uiteindelijk is er ook nog een tweede opvoering gekomen van de Muppet Show. Deze show had hetzelfde verhaal als de eerste Muppet Show, maar had betere effecten en een nog mooier decor. Wat mooi om dat weer terug te zien! We hebben al veel gezien.
Maar we zijn volgens mij nog één ding vergeten. Wat het precies is, houd ik nog even geheim. Eens even kijken waar ik dat flesje nou heb gelaten, hoor. Oh, hier heb ik hem. Wat zou het nou toch zijn? Laat ik jullie maar niet meer in spanning houden. Hier gaan we! Het zijn natuurlijk onze verjaardagen. Vooral dit jaar is heel speciaal. Want zoals je misschien al wist, is het dit jaar onze 5e verjaardag. De afgelopen 4 verjaardagen zijn allemaal geweldig geweest. En hopelijk komen er nog veel meer verjaardagen. Tijdens de verjaardagen zijn er leuke activiteiten geweest. Zoals de Muppet Show of de tijdmachine van vorig jaar. Tijdens deze verjaardagen kijken we meestal terug naar de afgelopen jaren. Net zoals wij nu hebben gedaan. Voordat we deze herinnering stoppen, wil ik jullie allemaal bedanken voor de mooie herinneringen die ik heb mogen maken. En ik hoop dat ik er nog veel meer kan vangen de aankomende jaren. Misschien dat jullie me dan over een paar jaar wel weer zien. Laten we van onze 5e verjaardag ook een mooie herinnering maken. En het met z'n allen vieren op Droomkracht. En hopelijk tot snel.